Pannenkoekenhuis Dubbelop samelt oud frituurvet in voor Stichting de Sudo Blinde Geleidehonden. Onlangs waren er bijzondere gasten bij Pannenkoekenhuis Dubbelop in Lelystad. Pups en geleidehonden namen symbolisch een donatie in ontvangst ten bate van hun opleiding bij de Sudo Blinde Geleidehondenschool. Ik kan vertellen dat ze bij 8,5 liter frituurvet hebben opgehaald. Wauw! Door de gasten van Dubbelop, maar ook door mensen die gewoon wachtig zijn hier in Lelystad of hier werken. En sommige mensen komen dus ook echt van, nou, wij weten van de actie, we brengen nog eventjes wat oud frituurvet langs. De donatie werd bezegeld door het overhandigen van een bod aan alle honden. De verrassing van de dag was dat er 6 puppy's werden geadopteerd. 4 door het inzamelen van oud frituurvet en 2 door Dubbelop zelf. Alle honden en pups gingen nog even op de foto met op de voorgrond natuurlijk flessen oud frituurvet. Stichting De Sudo bedankt alle inzamelaars van oud frituurvet en Dubbelop voor hun bijdrage aan de opleiding van 6 pups tot blinde geleidehond.